heb je nu de thee? Dat is een goede vraag, hè. Ja, het is eigenlijk een motoriek die er nog in zit van de reis afgelopen zomer naar de bergen. En toen in het landschap. Dan ontstaat daar vanzelf een soort gevoeligheid voor de werking van de bergen, zou ik maar zeggen. En voor waar je doorheen loopt. En van daaruit komt dan een soort motoriek tevoorschijn. En daar, ik heb daar veel getekend. En dit is eigenlijk een soort... wat dan ergens opgeslagen zit aan beweging. Daar kan ik nog bij, zeg maar. Dus dan kan ik af en toe nog daar opterend een tekening maken. Dit is wel heel mooi, omdat het zo aan zee ligt natuurlijk. En onderhevig is aan de wind altijd. Dan, het hele landschap is prachtig gevormd. Dat is een van de mooiste stukjes, vind ik. Daar. Zie je die boompjes? Ja. Dat is mooi omdat er in dit landschap een aantal van die stukjes bos staan. Die bijna als een soort lichaam daarin gebed liggen. Maar de kop die heeft natuurlijk het zwaarst, zie je? Want die staat in de wind. Daar is de zee achter, dus die krijgt de volle laag. En die boompjes die hebben het zwaarst, zie je? Daar zijn ze ook het kleinst. Ze staan ook allemaal een beetje zo uit het lood, zou ik maar zeggen. Maar het begint zo heel haperend, zie je. En dan later kunnen ze het wel volhouden. Dus dat is zo'n heel lichaam van bomen en dat loopt dan zo uit. Die achterste bomen die hebben het relatief makkelijker. Maar die voorste die heb ik altijd wel ontzag voor. Ja, dat vind ik heel mooi. Ontzettend ontroerend hoe daar dat bosje begint. Wat een raar ding. Mijn god, soms komt er geen idee wat er gaat gebeuren. Het is wel heel raar opeens. Zo'n lijntje valt nog helemaal niet mee. Iets heel anders voor ogen, ja. Moet ik zeggen. Maar dat is altijd gevaarlijk om iets voor ogen te hebben. Ja. Nou, ja, ik moet er even aan wennen, geloof ik. Want vroeger gooide ik ze dan weg. Dacht je, ja, dit is mislukt. Want dan heb je zo'n beeld van wat het zou moeten gaan worden. En ja, als je niet heel erg gewelddadig optreedt, wordt het gewoon iets anders natuurlijk. Maar als je het zijn gang laat gaan, dan
dan tekent het zichzelf, zou ik maar zeggen. En als je daar niet op voorbereid bent, dan denk je, oh maar, wat is dit? Dus dan flikkerde ik het weg. Maar toen op een gegeven moment ben ik het gaan bewaren, dat soort tekeningen. En dan snapte ik ze pas na een week of een maand. Begreep ik eigenlijk wat je dan gedaan hebt op zo'n moment. Dan bleek ze eigenlijk heel mooi te zijn. Het is heel gevaarlijk om van tevoren te bedenken wat je wil hebben natuurlijk.